Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vertrouwde gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat nieuwkomers. Ze zijn vaak nog een beetje onwennig, maar allemaal staan ze te trappelen om aan het werk te gaan. In de serie Nieuwe Leeuwen leidt Actua TV hem voor het eerst binnen in de koepelzaal van het Vlaams parlement. Ik ben Tine van der Vloed, opgekomen op de lijst van N-VA. Ik ben van Merksplas, ben 36 jaar en ik ben daar ook gemeenteraadslid. Waarom hebt u deelgenomen aan de verkiezingen op 25 mei? Ik ben al meerdere malen mee opgekomen voor N-VA en ook deze keer wilde ik mijn steentje bijdragen. Ze hebben me dan op de 17e plaats een plaatsje gegeven. Dus dat was niet echt een strijdplaats. Dus ik had eigenlijk meer een ondersteunende rol voor in mijn ogen. En daar was ik wel tevreden mee, maar natuurlijk ben er in de campagne wel ten volle voor gegaan. En uiteindelijk heeft de kiezer dan toch beslist dat ik vanuit mijn 17e plaats toch een zetel hier verdien in het Vlaams parlement. Ik had dat totaal niet verwacht, het was een grote verrassing. Het was een spannende avond, want als de resultaten binnenkwamen, dan zag je wel dat de score wel goed was, maar het bleef toch wel spannend tot op het laatste, omdat er toch wel een beetje een strijd was tussen Torien Kuilaars, de burgemeester van Rijkenvorsel, en mezelf. En rond 11:30, 12 uur was het dan toch beklonken en wist ik dat ik dan toch de zetel had gewonnen of verdiend. Hoe zou u de verkiezingen van 25 mei samenvatten voor u en voor uw partij? We zijn dan samen met een deel van de afdeling naar de afdeling van Beersen gegaan. Daar zijn dan verschillende afdelingen bijeengekomen. We konden dan vanaf een uur of half vijf, vijf uur alles goed volgen op groot scherm. De sfeer zat daar al meteen goed in, want het land kleurde geel. Dus iedereen was heel tevreden over het algemene resultaat van N-VA. En daar zijn we dan de hele avond blijven hangen. Tot wanneer de resultaten ongeveer allemaal binnen waren en dat ik toch wel een beetje heel spannend voor mezelf was en begon te beseffen van oei, ik ben erbij en wat gaan we nu doen? En dan hebben we nog rustig iets gedronken en dan de nacht wakker gelegen. Lag het resultaat in de lijn van uw persoonlijke verwachtingen? Ja, de vorige keer had ik er een 7000 zoiets, nu had ik er een kleine 10.000, dus dat was inderdaad meer dan ik had verwacht. Maar ik merk wel, door de jaren heen bouw je ook wel een kiezerspubliek op. Dus ik heb gezien vanaf 2009 tot nu dat mijn stemmen altijd in stijgende lijn gaan. Dus ik denk wel dat je een bepaald publiek met zich mee brengt en dat die blijven stemmen op u. En dat is nu alleen nog maar uitgebreid, dus we waren heel tevreden. Wat denkt u dat u te wachten staat als Vlaams volksvertegenwoordiger? Voor mij is het dus allemaal nieuw, dus wat er allemaal juist staat te wachten, kan ik precies nog niet zeggen natuurlijk. Maar ik hoop dat ik mij ten volle kan inzetten in de commissies die ik ga krijgen, dat ik heel veel dossierkennis kan gaan opbouwen. Je gaat ook heel veel nieuwe mensen leren kennen, wat ook wel heel verrijkend is, vind ik. En ik hoop ook een stukje de stem te kunnen worden voor ons dorp Merksplas en ook eigenlijk voor de Kempen, zodanig dat je nu dichter bij de dossiers kunt werken en dat je ook echt een aanspreekpunt wordt voor hen. En dat je hen ook veel meer informatie kan verschaffen. Want op zich vind ik communicatie een heel belangrijk iets. En zo hoop ik dan toch wel dat ik de Kempen meer kan informeren over de dossiers die hier in Brussel lopen. Waar kijkt u het meest naar uit en waar ziet u het hardst tegenop? Ik kijk vooral naar uit dat ik kom uit de gehandicaptensector, dus ik hoop een beetje dat ik de welzijnssector onder mijn vleugels kan nemen. En dan hoop ik dat ik mijn 15 jaar praktijkervaring hier mee in de praktijk kan brengen, in de theorie kan brengen. Want het is vaak zo dat de mensen op de werkvloer zeggen van ja, die mensen daar in Brussel, ze moeten hier maar eens komen staan. Dus ik kom er nu nog rechtstreeks uit, dus ik hoop dat ik die bagage zeker en vast kan meenemen en daar dan hier iets mee kan doen en dat ik dan de dingen positief kan veranderen voor de mensen in de maatschappij natuurlijk. Hè. En waar ik niet zo naar uitkijk is misschien, ik denk niet dat het altijd even gemakkelijk gaat zijn, het debatteren over de partijgrenzen heen met de verschillende mensen. Dus ik hoop dat dat wel op een respectvolle manier kan gaan gebeuren, dat iedereen respect heeft voor ieders mening en dat we toch wel op een mooie manier tot een positief besluit telkens kunnen komen. Politiek kan soms een harde stiel zijn, met kritiek en persoonlijke aanvallen. Bent u daar als persoon voldoende tegen opgewassen? Ik
ben wel iemand die mijn mannetje kan staan, die vragen durft te stellen, die mijn mening wel durft te uiten. Dus ik denk dat dat nu wel zeker en vast van pas kan komen. En ik denk inderdaad, zoals ik al eerder heb gezegd, als dat allemaal op een respectvolle manier een beetje kan lopen, dat dat wel moet lukken. Op welke dossiers wil u zich toeleggen en waarom? Zoals ik juist heb verteld, kom ik dus uit de gehandicapte sector en daar is nog heel veel werk aan de winkel. Dat is ook een probleem dat bij vele mensen nauw aan het hart ligt natuurlijk. En ik zou daar graag heel veel tijd in kunnen steken. Maar de commissies zijn nog niet verdeeld, dus we zullen zien. Ook het jonge gezin spreekt mij wel heel hard aan. De combinatie gezin, werk en zo verder. Cultuur vind ik ook nog wel interessant. We zullen wel zien wat het juist wordt en daar ga ik dan mij ten volle voor inzetten. Hè. Hoeveel tijd denkt u te spenderen aan uw job als Vlaams parlementslid? Mijn job heb ik op zich nu stopgezet, want dat kan je niet combineren. Ik werkte met mensen, dus je zit aan bepaalde uren vastgebonden. Dus dat ging natuurlijk niet. Dus ik kan volledig mijn tijd hier aan besteden. En ik denk dat dat ook wel goed is als nieuweling. Je moet nog heel veel dingen leren, je moet veel dingen zien, je moet veel dingen ontdekken. En als je daar dan alle tijd voor hebt, dan gaat dat wel lukken, denk ik. Ik ben dan ook wel gemeenteraadslid nog in Merkspas. Maar die voorbereiding die heb ik nu ook altijd al na mijn werkuren en zo moeten doen. Nu gaat dat er in één moeite waarschijnlijk mee doorgaan. Zijn er ook wel dossiers die ik hier waarschijnlijk al wel wat van te horen krijg. Dus dat gaat natuurlijk ook wel lukken. Hè? Wanneer zal uw periode als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Ik hoop dat we in het algemeen kunnen terugblikken op een vele mooie resultaten vanuit het programma van N-VA. Dat we veel kunnen gerealiseerd hebben, veel kunnen besproken hebben, want dat is natuurlijk ook al een stap vooruit. En voor mezelf hoop ik, als ik in de sector welzijn terechtkom in die commissie, dan hoop ik dat ik daar toch wel een beetje baanbrekend werk heb kunnen doen. En op bepaalde punten de positieve verandering heb kunnen inbrengen. En daar hoop ik dan dat me gaat lukken na 5 jaar. Hè?